Dag allemaal, welkom bij dit interview. Het is een interview in de serie van 10 interviews met jonge, talentvolle ondernemers die allemaal hun brood verdienen, willen gaan verdienen. Met een eigen bedrijf, een eigen onderneming, met of zonder personeel, met of zonder compagnon, dat zullen we horen. En bij mij aan tafel zit Cleo Zings. Welkom, heel erg Cleo. Dankjewel. Wie is Cleo Zings? Nou, daar gaan we mee beginnen, denk ik. Ja. Ja, ik ben Cleo, ik ben 28 jaar en ik ben al een aantal jaar werkzaam in de horeca, in de restaurantwereld en in de hotellerie. Ja. En nu ben ik vorig jaar gestart met een bedrijf met een vriendin Naomi, dus dat is ook mijn compagnon. Ja. Dus dat is eigenlijk wat ik doe. Ja, leuk. En bij Zings denk ik, de eerste associatie die ik met Zings heb, want de naam ken ik verder niet, dat is schoenen. Ja. Dat is een merk schoenen of een schoenwinkelketen of wat iets meer zei. Is er een verbinding of niet? Ja, zeker. Ja? Dat zit zeker in de familie, met de stamboom en alles. Dat is vroeger begonnen bij de ouders van mijn opa. En de ouders van je opa, dus vier generaties. Juist, en mijn opa en oma van mijn vaders kant, die hebben ook de schoenenwinkel inderdaad vroeger gehad in Drenthe. Ja. Dus het zit in de familie. En het is een keten geworden. Ja, zeker. En nog steeds, of niet? Draait dat nog? Ja, zeker. Onder die naam? Nog steeds, ja. Onder Zings. En het is één grote familie geweest inderdaad, met allemaal zonen. En die zijn eigenlijk allemaal een schoenenwinkel begonnen, waaronder dus mijn opa. Ja. En dat hebben ze heel lang gedaan. En nog steeds? En nog steeds. Nou ja, vroeger met mijn vader is er niet mee doorgegaan op die manier. Nee. Maar goed, andere er is altijd een associatie wel geweest met schoenen en gewoon leuk met de winkel en alles. Okay. Maar heb jij ook iets met schoenen of niet? Ja, zeker. Ja? Ja, als hobby bedoel je, maar niet als ondernemer. Als hobby? Als hobby, zeker. Ja. Gewoon leuk mee opgegroeid ook al inderdaad. Juist met mijn opa en oma in het tuinhuis, zeg maar, bij hun. Waar ook alle schoenen nog weer werden gerepareerd zoals dat vroeger ging. In plaats van nieuwe schoenen kopen. Ja. Dus dat is zeker nog wel grappig, een hobby. Ja. Maar kun je daarmee zeggen dat je uit een ondernemersnest komt of niet? Ja, of is dat te veel gezegd? Zeg je bekijkt, nou, er zit wel een generatie tussen. Ja, zeker. Het zit in de, hoe zeg je dat? Dat mensen ondernemingsbloed hebben. Ja? Dus dat zit ook bij ons zeker wel in de familie. Ja. En daar word ik altijd wel ook geïnspireerd door. Ja. Wat er allemaal bij komt kijken natuurlijk. Ja. Dus dat is wel iets waar ik mee opgegroeid ben. Want wat komt er bij kijken bij ondernemerschap volgens jou? Bij ondernemerschap, bij ondernemen. Wat vind jij ondernemen? Positief of negatief of neutraal? Ja. Ja, je kan natuurlijk aangeven, iemand is ondernemend in het leven, in het persoonlijke leven. En ik zie dat ook bij mezelf zo als persoonlijkheid. Dus dat ik dingen graag wil ondernemen, activiteiten uitvinden, onderzoeken, geïnspireerd worden. En zo zie ik dat eigenlijk ook natuurlijk met een bedrijf hebben. Ja. Dat je dan natuurlijk gaat kijken van waar zitten de ideeën, waar van zijn andere idee mensen tot en met factuur, denk ik. Ja, hè? Of btw betalen. Ja, precies. Dus dat is een heel proces natuurlijk wat erbij komt kijken. Ja. Dus dat is wel iets wat in mij zit al als persoonlijkheid. En daar ben ik natuurlijk, als je van de basisschool afgaat naar de middelbaar, dat je steeds meer dingen. Want wat is je route geweest? Je bent twee jaar geleden begonnen met een compagnon, met een vriendin die nu dan ook compagnon is. Ja. Daar komen we zo nog wel even op terug, maar komen we uitgebreid op terug. Maar wat is je route geweest? Je zegt, je hebt heel veel ervaring in horecabedrijven, hè? In de regio Haarlem, geloof ik, als ik het goed heb gezien. Bros zie ik staan, Patio, Bleker, My Productions in de evenementensfeer, maar allemaal hier in de regio. Calto Square zie ik staan. Dat is een enorme horecaervaring. Maar wat heb je daarvoor gedaan? Heb je horecaopleiding gedaan of niet? Zeker, de passie is al vroeger ontstaan. Gewoon met koken en eten en drinken en alles. Dat mijn vader daar ook wel heel erg mee bezig was. En mijn moeder ook. Ja. En toen ben ik inderdaad begonnen als bijbaan ook in een strandrestaurant vroeger. En daarnaast heb ik dan ervoor gekozen om een horecaopleiding te gaan doen. De hotel- en evenementenmanagementopleiding in Amsterdam. Ja. Dus daar ben ik op mijn 18e mee begonnen. Ja. En, dat was voor de ervaring natuurlijk ook wel weer heel interessant. Daar lag ook echt mijn interessegebied en mijn passie. Dus op die manier heb ik daar wel actie in ondernomen om daar iets mee te gaan doen. Met opleiding en afgemaakt. En vervolgens heb je die horecafuncties gedaan bij bedrijven. Dat zijn functies in dienstverband, hè?
En dat doe je nog steeds, volgens mij, naast jullie eigen bedrijf. Maar op enig moment begint het dan te kriebelen, we gaan iets voor onszelf beginnen. Hè? Ja. Jullie hebben een idee als twee vriendinnen. En je hebt het ook omgezet naar een echt daadwerkelijk bedrijf. Juist. Toch? Ja. Ja. Ja, het begint natuurlijk altijd met het idee en het enthousiasme van wat mist er nog op de wereld? Of wat is er allemaal natuurlijk aan de... Nou, niet aan de hand, klinkt een beetje negatief. Dat zijn bijna filosofische vragen. Wat mist er in de wereld en wat is allemaal aan de hand in de wereld? Ja. Ja. Nou ja, wat speelt er? Waar is de behoefte? Waar ligt de behoefte inderdaad bij de mensen in het dagelijks leven? Ja. Natuurlijk ook in de zakenwereld. En dus daar ben ik voor mezelf al een tijdje natuurlijk wel mee bezig. Gewoon meer met je out of the box denken en creatief daarin denken. En dat is vorig jaar inderdaad zo ontstaan met een echt concreet idee. Dat we wel geïnspireerd zijn samen in het buitenland toen we samen aan het reizen waren. Maar Cleo, nou moeten we echt, want ik denk dat de kijkers aan het toestel hangen, hè? Wat is het idee? Wat is het idee? Ja, ik heb al een kleine intro gegeven. We zijn begonnen inderdaad met een bedrijf in rietjes van glas. De glazen rietjes. Ja, zo noemen we dat eventjes inderdaad. Dus dat is een bedrijf wat echt gericht is natuurlijk op het milieu, op duurzaamheid en een plasticvrije wereld uiteindelijk. Ja, want je hebt plastic rietjes, je hebt tegenwoordig bio-rietjes, afbreekbare rietjes. En jullie gaan nog een stap verder. Je laat ze maken van glas. Dus zijn ze afwasbaar, schoon te maken en herbruikbaar, toch? Ja, dat is het hele concept inderdaad. Ja. Dat het natuurlijk is dat je met producten wil gaan werken wat uiteindelijk voor meer duurzaamheid zorgt. Ja. Dat mensen het gaan hergebruiken, dat ze het niet opnieuw hoeven te kopen en het weer weg hoeven te gooien. En dat het ook natuurlijk een gebruiksgemak wordt voor iedereen eigenlijk. Dus zowel... Maar de eerste praktische vraag is natuurlijk, ze zijn afwasbaar, glas is afwasbaar. En dat gebeurt ook, dat is ook mogelijk en dat is getest en dat gaat ook, dat kan ook goed. Met een bepaald ritme, met afwasmachines Zeker. En dat soort dingen. Okay. Ja, het is in principe heel sterk materiaal. Ja. Van een bepaald soort glas wat sterker is. En zeker goed schoon te maken. Dus in principe als je het hebt gebruikt is het gelijk omspoelen en het is schoon. Dus het is zeer hygiënisch. En gewoon natuurlijk een heel smaakneutraal materiaal eigenlijk. Dus het is smaakneutraal, het is herbruikbaar, het is afwasbaar, het is herbruikbaar. Maar het blijft glas. Je zegt het is versterkt glas, sterk glas. Maar het blijft glas, het kan wel breken op een of andere. Het is geen gelaagd glas, toch? Zeker. Nee. Ja, het is gemaakt van een sterker materiaal glas. Dus het is zeker, je kan er wel wat dingen mee doen. Maar het is niet inderdaad net zoals een glas om uit te drinken. Als je dat laat vallen van een bepaalde hoogte of op een harde ondervloer. Dan gaat het ook kapot. Gaat het uiteindelijk ook kapot. Ja. Dus dat is het zeker. Alleen het is wel goed materiaal om, om dat ervoor te zorgen dat het langer bruikbaar is en duurzamer. Ja. Dus dat is zeker. En wordt het in jullie opdracht gemaakt? Hebben jullie het zelf ontwikkeld en laten produceren vervolgens met eerst testen enzovoort? Of is het een kant-en-klaar product wat je aan jullie normen voldoet en wat je importeert? Ja, we hebben het op voorraad. Ja. Dus we hebben inderdaad gekeken met het idee om het in Nederland op de markt te zetten. Ja. Dat is al in het buitenland wat verder. Dus mensen zijn daar al iets meer aan gewend. Ja. Ook in de toeristische sector. En dus hebben we dat onderzocht ook in Nederland. Dat daar de behoefte zeker is. Maar dat het nog niet op die manier in de horeca of in de cateringwereld of in de winkels ligt. Dus we hebben ervoor gekozen om dat inderdaad bij onszelf op voorraad te houden. En op die manier in grote hoeveelheden. Maar waar wordt het geproduceerd? We hebben het inderdaad... Of is dat bedrijfsgeheim? Een bedrijfsgeheim. We hebben inderdaad wel contact gelegd met een fabrikant. Ja. Dus dat is wel gebeurd vooraf en we hebben secuur gekeken. Of dat jullie eisen voldoen. Juist, En marktonderzoek gedaan. Okay. Ja. En toen bleek dat in het buitenland hier en daar wel te koop is of gebruikt wordt en gebruikt wordt. Maar in Nederland nog niet. En hebben jullie dan exclusiviteit? Ja, dat is een hele commerciële vraag. Maar hebben jullie dan ook exclusiviteit bedongen of niet? We hebben niet helemaal voor gekozen. Dat is op dat moment nog niet echt ter sprake. We hebben natuurlijk echt helemaal onderzoek gedaan naar het rietje aan zich als product, gebruiksvoorwerp.
En wat er nog meer qua alternatieven natuurlijk wordt geboden. Dus daar hebben we wel eerst goede research naar gedaan. En op dat moment hebben we voor gekozen om ons eigen glazen rietje te ontwerpen met ons eigen leuke creatieve logo. Om er nog een beetje een persoonlijke touch aan te geven. Ja. Dus op die manier. En daarmee wordt het een cadeauartikel. Ja. Een blikvanger, maar ook een cadeauartikel. Ja. Want is dat de eerste toepassing, het eerste afzetkanaal dat jullie zien? Dat je zegt, het moet verpakt in een set van 12 of 24 of 100, ik weet het niet. Maar als cadeauartikel in een cadeauzaak voor de consument, voor de eindgebruiker. Jullie eerste markt. We hebben inderdaad gekeken, waar worden mensen enthousiast van tegenwoordig. Ja. En we zijn vorig jaar natuurlijk begonnen, dus dat was ook een andere tijd weer. Ja. En dat hebben we eerst gekeken naar de horeca, want daar zijn we natuurlijk allebei werkzaam in. En onze interesse ligt daar ook. Ja. En daarnaast hebben we gekeken dat het natuurlijk ook op persoonlijk vlak hebben mensen ook rietjes thuis in huis voor lekker gemaakte drankjes, cocktails, smoothies. Ja. En dat er nog steeds gewoon natuurlijk grote verpakte plastic rietjes of papieren rietjes in huis staan. Ja. En op die manier hebben we ook gekeken bij de huishoudens thuis. Ja. Hoe dat zit. Dus je kan inderdaad per stuk of per setje als cadeau aan iemand geven. Ja. Dat mensen dat ook weer door kunnen geven. En hoe doe je de verkoop? Gaat dat via een webshop of verkoop je via fysieke winkels? Cadeauwinkels die jullie geselecteerd hebben die het bij jullie kunnen kopen en wederverkopen zijn van jullie product? Of hoe doe je dat? We hebben een eigen website gemaakt. Ja. En op die manier hebben we ook een soort systeem erin gezet dat mensen het online kunnen bestellen. Ja. Dus toch wel inderdaad een webshop idee om het gemakkelijker ook te maken voor iedereen als ze het toch in huis willen hebben. Geen onnodige schakels. Ja, ja. Dus, en informatief, maar ook inderdaad op die manier dat ze het kunnen bestellen. Ja. En op die manier proberen we dat natuurlijk op een persoonlijk vlak aan iedereen te laten zien en mensen te inspireren ook. Dat met een klein product eigenlijk, wat iedereen toch wel gebruikt of in ieders leven is. En hoe reageerde de horeca? Want je zei, we zijn ook in gesprek gegaan met de horeca. Nou ja, even los van de coronatijd en wat dat betekent voor de horeca. Maar is er belangstelling bij horecaondernemers om dit te gaan gebruiken? Want ze moeten het dan echt ook, net als bestek, natuurlijk meenemen in het afruimen en afwassen. Ja, zeker. Toch? Ja, nee, het hoort inderdaad natuurlijk eigenlijk bij het assortiment van servies en glaswerk. Ja. En omdat het rietje gewoon heel erg gebruikt wordt in elke horecatent, vanaf het begin eigenlijk al, wordt dat natuurlijk niet gemist. Alleen is het nog een beetje aan het aftasten, iedereen, hoe ze dat, waarvoor ze gaan kiezen. Ook omdat vanaf volgend jaar 2021 natuurlijk alle plastic wegwerpartikelen helemaal verboden. Dat was mijn volgende vraag, want het schoot door mijn hoofd. Ik denk, volgens mij komt er een Europees verbod op disposables, toch? Plastic gebruik. Ja. Moet herbruikbaar zijn of niet verkocht worden. Ja inderdaad, of herbruikbaar materiaal of biologisch afbreekbaar materiaal. Ja. Dus dat is natuurlijk een hele nieuwe trend wat er gaande is. Ja. En nog best wel toch nieuw is. Het is een thema wat al heel lang speelt. Maar ik denk dat elke onderneming dat natuurlijk moet gaan kijken wat past bij mij daarin. En hoe gaan ze dat vervangen? Want het is nog steeds in Nederland dat bijna bij heel veel plekken nog steeds plastic rietjes in de drankjes worden gedaan. Ja. Omdat het nog niet op die manier natuurlijk gekaderd is vanuit de regering. En ben je niet bang dat de horeca eigenlijk uit gemakzucht automatisch overstapt van plastic niet afbreekbare rietjes naar afbreekbare biorietjes? Ja, dat is zeker een het gemakzucht en de grote aantallen en grote stappen snel thuis. En ik kan het weggooien, al dan niet in een aparte zak, maar ik heb er geen omkijken meer naar. Ja, dat is natuurlijk wat iedereen in zijn systeem ook heeft. Van een rietje, dat gebruik je één keer, dat ga je niet nog een keer gebruiken. Of dat, de consument, maar ook de horecaondernemer zit in dat automatisme, denk ik, of niet? Ja. Hoe ga je dat eruit krijgen? Ja, met een charmante glimlach, dat in de eerste plaats, maar met een goed product. Met een goed product is ook heel belangrijk. En een verhaal erachter en toch de persoonlijke benadering ook. Want je hebt natuurlijk gewoon het hele de groene alternatieve wereld. Wat als thema heel erg is, maar dat persoonlijke missen we soms denk ik nog wel eens. Want het is zo niet, hoe zeg je dat, tastbaar. Dus je ziet nog niet, mensen proberen wel een verschil daarin te maken, maar
ze zien nog niet op die manier resultaat daarin. Ja. Dus wij willen dat zeg maar op die manier iets meer presenteren en mensen daarin inspireren. Van, ja. Nou, hoe kan je dat toch met kleine stapjes het verschil maken? Ja. Met de resultaten. Maar dat betekent ook dat je ambassadeurs nodig hebt, denk ik, of niet? Dat je een paar horecaondernemers moet hebben die de trendsetters zijn en die dat ook uit willen dragen, of niet? Ja, ja, we hebben inderdaad best wel met ons enthousiasme natuurlijk vorig jaar veel mensen kunnen bereiken daarin. Ja. En heb ik ook wel try-out dagen gehad. Dus dat mensen gewoon zelf gaan proberen in de horeca. Ja. Hoe dat dan werkt in de praktijk. En natuurlijk ook met het serveren. Ja, positief. En? Ja. Ja, zeker. Ja, het is alleen inderdaad dat, nog een beetje het afwachtende van... Oh, wat, wat gaat er gebeuren? En we houden het nu nog even op het andere materiaal. Ja. Dus de ambassadeurs, daar zijn we wel mee bezig inderdaad. En dan die goed... een match zeg maar ook voor ons zijn, dus wederzijds, en dat we dan een, toch wel een samenwerking daarmee aangaan. Dus dat is wel iets wat natuurlijk speelt bij ons al vanaf het begin, dat we daarmee bezig zijn. En als je nou, dit is een interview hè, geen commerciële prietpraat, maar als je nou een pitch zou mogen houden, hè, een pitch van 20, 30, misschien 60 seconden, ben je daar dan klaar voor? Of ik er klaar voor ben. Of je dan in één keer, al dan niet op de camera, maar of je dan in één keer kunt vertellen, dames en heren, dit is wie wij zijn. Er komt een verbod op plastic gebruik. Het moet herbruikbaar zijn. Wij hebben een oplossing, duurzaam, classy, mooi materiaal, degelijk materiaal. Er zijn geen praktische bezwaren. Ja, ik zit bijna de pitch voor jou te doen. Ja, ik wou dit zeggen. Dat is niet de bedoeling natuurlijk. Even een andere rol. Ja. Ja, zeker. Ja, het is gewoon, in principe hebben we een compact verhaal gewoon klaarstaan. Ja. En de voordelen op een rijtje, want daar zoeken mensen naar natuurlijk van wat is het voordeel voor mij dat ik dit ga gebruiken. Ja. Naast dat het gewoon natuurlijk voor een iets plasticvrijere wereld gaat zorgen. Want dat is wat we uiteindelijk willen bereiken bij mensen. Dat ze met letterlijk een kleine stap, een klein gebruiksvoorwerp, dun ook. Ook een bijdrage aan kunnen leveren. Ja, ja. Dus dat je daar mensen enthousiast over kan maken. En... ja, dus dat zou ik zeker... Ja, daar staan we ook voor om dat op die manier meer op de markt te gaan brengen. Ja. En dat mensen daar enthousiast over worden. Ja. Ja. Want je moet uiteindelijk natuurlijk die behoefte ook gaan creëren bij mensen. Zeker. En het is een nieuw product natuurlijk. Maar goed, het past in de maatschappelijke trend. En het past in wetgeving die strenger wordt. Dus een, maar goed, je moet twee kanten overtuigen, denk ik. Hè. De gebruikerskant, dus de consument... al dan niet in horecabedrijven of thuis. En je moet een distributiekanaal horeca moet je gaan overtuigen. Hè? Dat is de vakhandel. En daar heb je andere argumenten voor, denk ik. Hè? Ja. Ja. Ja, nee, dat is inderdaad van we hebben natuurlijk gekeken toen we begonnen van welke markt is interessant voor ons. Ja. En ook natuurlijk om op het grote geheel het plastic wegwerpartikelen. Dat niet meer gaat spelen natuurlijk bij heel veel horecabedrijven of thuisbezorgd en dat soort bedrijven, zeg maar. En, sorry, wat was je vraag nog een keer? Ik zit helemaal in het verhaal. Nee, mijn vraag is, je moet aan beide kanten werken. Je moet aan de consumentenkant werken. Die moet je argumenten geven om glazen rietjes te kopen en te gebruiken. En je moet de horeca overtuigen. En bij die horeca zit natuurlijk ook wat... ouderwets denken nog, hè? Ook. Het moet praktisch zijn en het kan breken en het kost geld. Het is duurder dan een plastic rietje of een afbreekbaar rietje. Dus je moet dan twee kanten marketing bedrijven. Dat is eigenlijk wat ik bedoel. Juist. En dat hoort bij ondernemers. Dat is niet de makkelijke kant. Ik bedoel, als je een product hebt en je zegt ik heb afnemers en die moet je overtuigen, dan is het recht toe recht aan. Maar in dit geval probeer je van twee kanten natuurlijk te werken. Ja. Ja, er zijn heel veel opties, dus we hebben heel veel mogelijkheden in ons hoofd ook van wat kunnen we er allemaal mee en welke markten zijn interessant. Ja. Dus daar hebben we best wel eerst heel groot over nagedacht en toen wel wat ingekaderd. Inderdaad van de particuliere markt bij mensen thuis. Ja. Als ze dat gaan gebruiken thuis of als ze gaan picknicken of lekker naar zee bijvoorbeeld, als je dat dan eigenlijk ook mee kan nemen. Ja. En dan heb je natuurlijk het grotere geheel waar ook de rietjes worden gebruikt. En dat zijn inderdaad de horeca, de winkels als cadeautjes, de cateringwereld, de hotellerie. Ja. Ja. Nou, noem maar op, de toeristenbranche natuurlijk, met de cruiseschepen ook. Ja. Dus dat is ook een hele grote wereld. En dus daar kijken we wel naar van welke marketing is inderdaad goed voor die... kant en welke marketing voor mensen thuis, dat ze dat ook nog gaan kopen natuurlijk. Gewoon leuk als cadeauset. Wat is leuk aan ondernemerschap? Vind je het al leuk? Want jullie zijn nu sinds vorig jaar bezig. Je doet het met z'n tweeën. Je bent vriendinnen en nu ook zakenpartners. Je bent het van de grond aan het trekken. Dat is natuurlijk geen makkelijke weg, maar dat ben je nu aan het bewandelen.
Maar wat is er leuk? Wat is er leuker aan ondernemerschap dan aan een baan? Een betaalde baan? Ja, het heeft verschillende kanten. Je zit soms zelf... Ik keek vroeger al inderdaad van... Oh, hoe is het om een eigen zaak te hebben? Of een eigen winkel? Of ja. Inderdaad een eigen merk met bepaalde producten. Ik vond het gewoon heel gaaf hoe iemand dat dan heeft opgezet. Helemaal eigenlijk vanaf het begin af aan met een idee. En dan alles wat erbij komt kijken. Ja. Dus dat was al een beetje zo'n stiekeme droom ook. En ja, dat heeft natuurlijk uitgewerkt dat je gewoon vanaf het begin een idee gaat uitwerken. Wat is er mogelijk? Het onderzoek doen, het out of the box denken. En ook wel ja, kijken, dat hele ondernemerschap is natuurlijk weer een hele andere wereld. En daar is nog zoveel ook ja, te vinden. Want uiteindelijk is niet alles nog bedacht of uitgevonden. En qua concept ook. Dus dat is wel heel interessant om daar heel erg over na te denken. Ja. En kijken wat haalbaar is. En waar staat dit duo en jij als ondernemer, waar sta je over 5 jaar? Over met 5 jaar, dit bedrijf, ja. Ja, we zijn inderdaad begonnen en we hebben natuurlijk de naam ook bedacht. Op die manier. Noem hem maar even. Makaina. Makaina, dat betekent? Makaina. Het zijn twee Hawaïaanse woorden, Makai en Aina. Dus we hebben het gemixt. Ja. En Makai staat eigenlijk towards the ocean, dus naar de zee. En Aina staat voor het land, de aarde die ons voedt. Dat klinkt heel speciaal, maar dat is inderdaad iets waar Hawaï ook natuurlijk heel erg voor staat. Ja. Als eiland en, met de natuur. En we als logo een zeeschildpad natuurlijk. Een wat? Een zeeschildpad. Een zeeschildpad, of eigenlijk ook een landschildpad. Ja. Dus, die op het land en in de oceaan het leeft. Het is een amfibie schildpad. Ja, precies. Ja. Elke schildpad is twee kanten. Ja. En ja, dat, op die manier is dat zeg maar ons verhaal natuurlijk ook erachter. Ook met de plastic soep in de oceanen en alles. Ja. En op het land ook. Dus we zijn echt wel begonnen met het idee van nou, we beginnen met het rietje. Gewoon iets wat bij ons in dagelijks leven veel voorkomt en in de horecawereld. En ja, op die manier willen we dat wel gaan uitbreiden naar een groter geheel. Dus met nog meer producten die uiteindelijk gaan vervangen worden. Ja. Van plastic of van karton. En alles gericht op vervanging van plastic. Juist. Niet herbruikbaar plastic naar duurzame oplossingen. Juist, ja. Ja, dat is het idee. En zo zaten we eigenlijk wel in een webshop ook te denken. Ja. Maar omdat we ook wel echt van die persoonlijke benadering houden, willen we ook gewoon natuurlijk nog de winkels en persoonlijk mensen benaderen daarvoor. Ja. En enthousiast maken. Ja. Ja. En als je, dit is natuurlijk een positief interview, hè? We zijn geïnteresseerd in de ondernemer en de mens achter de ondernemer. Maar als je nou kijkt van nou, we zijn nu een jaar bezig, hè? Met z'n tweeën. En dit jaar is natuurlijk verloopt natuurlijk voor heel veel bedrijven en ondernemers anders en werkgevers anders dan gepland en verwacht. Maar je hebt dan wel een indicatie van hey, dat zijn elementen die ik nog niet verwacht had. Of waar wij ons nog verder op moeten ontwikkelen. Heb je die ook al gevonden? Ja, zeker. Want je bent goed in heel veel dingen, maar niet in alles. Dus en je hebt een hele hoop voorzien, maar in waarschijnlijk niet alles voorzien. Ja. Dus, waar zitten nou nog dingen waarvan je zegt, van, nou, daar moeten we ons als ondernemer, of ik als ondernemer, of wij als ondernemers met je duo, met je duopartner, met je compagnon, nog verder in ontwikkelen en meer in verdiepen. Of dat hebben we onderschat. Ja, ik vind het gewoon heel mooi dat steeds meer concepten natuurlijk bezig zijn met het duurzame en... Hoe ga je zeg maar van materiaal wat al bestaat, dus niet dat je dat opnieuw gaat produceren weer of nieuwe producten, dat in fabrieken worden gemaakt, dus dat je het weer gaat herbruiken. Dus gewoon het recyclen zeg maar van materiaal, van glas of van andere materiaalsoorten. En dat je daar dan eigenlijk een hele lijn van maakt en dat mensen daar enthousiast van worden. Dus dat je niet weer nieuwe materialen op de wereld gaat brengen. En ik denk dat daar nog steeds best wel veel... nieuwe dingen in te vinden zijn. Okay, en welke bedrijven daarmee bezig zijn en daar eventueel mee samen te werken. Ja. Dus daar meer over nadenken, ook op langere termijn natuurlijk. In plaats van maar. Nou hebben wij, dus niet om je bang te maken, maar twee vrienden of twee vriendinnen die samen een bedrijf beginnen, compagnons worden, dat loopt vaak gelukkig goed. Maar soms loopt het niet goed. We hebben een voorbeeld in onze interviewserie gehad waarbij twee vrienden een zaak begonnen samen. En gaandeweg bleek dat ze eigenlijk gewoon geen goede combinatie waren. Zakelijk geen goede combinatie waren. Hoe voorkom je dat bij jullie gebeurt? Hoe kun je de vriendschap behouden en tegelijkertijd ook samen compagnon zijn? Zakelijk.
Of zeg je van, nou, daar maken we ons helemaal geen zorgen om, want de klik is zo goed dat het ook zakelijk goed gaat. Ja, nee, het is zeker wel ook een uitdaging. Het is ook wel iets waar we bij stil hebben gestaan, zeg maar, in het begin. Want je bent natuurlijk super enthousiast, zeg maar, ook als vriendschap samen en vriendinnen. Ja. En dan matcht het zeker ook wel op zakelijk vlak. We hebben ook wel samengewerkt, zeg maar, hoe heet het, op werkgebied. En we hebben de opleiding ook samen gedaan. Ja. Dus op die manier hebben we best wel wat matches. En ook op persoonlijk vlak. Dus dat was wel in het begin natuurlijk van, oké, daar moeten we goede afspraken over maken. En ja, toch duidelijk naar elkaar communiceren, omdat het toch een beetje apart. Je investeert tijd, je moet geld investeren. Zeker. Je moet je sterke punten aan elkaar knopen natuurlijk. Hè. Je moet het eens zijn natuurlijk over de strategie, over wat je wil bereiken. Ja. En over de marketing. Dus je moet het over veel meer eens zijn dan dat je als vriendinnen zeg maar, een gemeenschappelijk hebt. Hè. Zeker. Ik ben geen doemdenker hoor, voor alle duidelijkheid. En ik gun jullie het allerbeste en ik hoop dat het goed gaat. En in veel gevallen gaat het ook goed. Maar het is wel een aandachtspuntje, denk ik, of niet? Ja, of is het helemaal nooit te sprake gekomen bij jullie? Ja, letterlijk, als je samen met elkaar in zee gaat natuurlijk, dan is het wel belangrijk om eerlijk tegen elkaar ook daarover te zijn. En hoe ga je te werk als businesspartners en wat zijn allebei je visies en je ideeën erachter? Ja, maar ook simpelweg, de een heeft misschien heel veel tijd en de ander heeft veel minder tijd. Ja, daar moet een balans in zitten. Of je moet het zakelijk afrekenen met elkaar, dat je zegt, ja, jij stopt er veel meer tijd in en dat gaan we berekenen op een of andere manier, verrekenen op een of andere manier. Ja, ja nee, dat is zeker. Of is dat helemaal nieuw, zeg je? Nou, daar heb je nog nooit van gehoord. Nou, ik denk dat het bij heel veel ondernemingen zo ter sprake gaat natuurlijk. Want je begint vaak met iemand die je wel langer kent dan vandaag. Ja. Dus op die manier denk je van, nou, dat gaat natuurlijk helemaal perfect matchen. En dat loopt altijd goed. Maar er zullen altijd uitdagingen zijn. En op die manier moet je daar, denk ik, gewoon goede gesprekken over voeren. Ja. En echt op zakelijk gebied ook een vergadering over houden. Ja. Dus daar proberen wij ook in de praktijk natuurlijk wel secuur mee om te gaan. En dat is meer dan koffie drinken. Dan dat is het is ook zakelijk bespreken. Ja. Is er nog iets wat ik vergeten ben? Iets waarvan je zegt, van, nou, dat wil ik nog even meegeven. Met name aan mensen die overwegen om, jonge mensen die overwegen om een eigen bedrijf te beginnen. En het hoeft niet alleen maar positief te zijn. Het kan ook zijn van, dit is een aandachtspunt. Let erop, want daar liepen wij tegenaan. Dat kan ook. Ja, nee, goed. Ja. Ja, ik denk dat er steeds meer mensen natuurlijk gewoon enthousiast zijn om met ideeën iets uit te werken en iets voor hunzelf te beginnen. En dat vind ik ook echt alleen maar mooi om te zien. En zo is bij ons natuurlijk ook wel ontstaan. Ja. Je hebt een idee en je doet de stoute schoenen aan om dat ook echt uit te gaan werken. Dus dat is natuurlijk positief uitgepakt dat we dat in werking hebben gezet. Dus dat kan ik alleen maar aanmoedigen. En ja, gewoon voor jezelf goed kijken. Wat wil je ermee bereiken? En toch wel een paar 10 stappen vooruit denken daarin ook. Ja, ja. Dan hoe je dat allemaal in werking gaat zetten. Ja. En daarnaast ook, zoals ik zelf ook wel ben, wat je daarnaast nog hebt, is je eigen persoonlijke leven. En dat moet je proberen natuurlijk van, dit doe je en hier sta je voor, maar je bent er ook nog zelf een persoon natuurlijk met wat je daarvoor belangrijk vindt en vond. Ja. Ja. En waar je ook energie van krijgt. En dus dat denk ik ook wel dat ondernemers dat niet moeten vergeten. Ja. Want je kan helemaal in het enthousiasme natuurlijk erin opgaan. Zeker, je kan je rot werken, niks verdienen en geen privéleven meer overhouden. En fulltime ermee bezig zijn natuurlijk. Een keurig voorbeeld, ja. Dankjewel, we komen aan het einde van dit interview. Dankjewel voor jullie verhaal. Ik wens jullie heel veel succes, vooral ook vanwege de nobele motieven die erachter zitten. Die zitten er bij iedereen achter, maar in dit geval is het toch ontstaan vooral uit oogpunt van verbetering van dingen die niet goed gaan in de wereld. Dankjewel. Laten we afspreken over 5 jaar dat we elkaar in ieder geval even contact hebben met jou en Naomi om te kijken waar jullie staan. Ik vind het een goed idee. Ja? Ja, leuk. Dankjewel. Is goed. Dankjewel. Dit was het interview met Cleo Zinks uit de schoenenfamilie, zeg ik er dan nog maar eventjes bij. Dat is toch wel leuk om te vertellen. Ondernemers puur zang. Ondernemersnest puur zang. Dank jullie wel voor het kijken. En kijk vooral ook naar de andere interviews met de andere jong talent ondernemers. Dank jullie wel.